Het nieuwe parlement is vandaag in een plenaire openbare vergadering bijeengekomen om te praten over de mogelijke verlenging van de wet uitzonderingstoestand. Deze wet is gisteren vervallen. Eerder op de dag heeft een parlementaire commissie onder leiding van voorzitter Ronnie Brunswijk een infosessie van het Nationaal COVID-19 Management Team bijgewoond. Deze meeting heeft plaatsgehad in de congreszaal en stond onder leiding van Danielle Feira. De rode draad was te vernemen welke activiteiten reeds zijn uitgevoerd ter bestrijding van het COVID-19-virus in ons land. De commissie wilde onder meer weten wat de noodzaak is om deze wet, die gisteren 9 juli is vervallen, te verlengen. In de openbare vergadering van vandaag zijn de leden nader ingegaan op deze noodzaak. Het DNA-lid Aziz Kumar Gayadin haalde onder meer aan dat het vorig parlement erover eens was dat er regels moesten komen om de samenleving bij wet te beschermen. Echter was vooral de vorige oppositie volgens hem er niet over eens dat er andere zaken toen in de wet zijn opgenomen die als drogredenen aangemerkt waren en niets te maken hadden met COVID-maatregelen. Dit stond namelijk helemaal los van het financieel paragraaf om een noodfonds tot stand te brengen. Gayadin betoogde dat dit de vorige maand bewaarheid is geworden. Hij haalt als voorbeeld aan een overeenkomst tussen de centrale bank en de regering, waarbij alle schulden van het verleden tot langlopende schulden zijn omgezet. Het lid André Misikaba gaf aan gehoopt te hebben dat iedereen op een lijn zou staan over de actuele stand van zaken voor wat de COVID-19-crisis betreft. Het kan er bij hem dus niet in dat Gayadin nog steeds in die oude sfeer van voor de verkiezingen is blijven steken en toch inhoudelijk de wet heeft besproken. Volgens Misikaba hebben wij de verkiezingen gehad en heeft de NDP het hoofd gebogen voor de uitslag. Hij betoogde dat COVID-19 een serieuze zaak is en dat er geen politiek mee bedreven moet worden. Al dus een fragment uit de vergadering van vandaag. Bij de samenstelling van het bulletin was de vergadering gaande. We komen morgen dus terug op deze openbare vergadering over de mogelijke verlenging van de wet uitzonderingstoestand.